Hallo dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar een splitsplinternieuw video hier op PrittyV. Ja, en vandaag gaan we weer beginnen met een nieuwe video, dat klopt. Maar eerst de intro. Ja hoor, jullie zijn weer lekker in mijn mooie kamer. Dit is eigenlijk gewoon mijn kamer. Ja, dat weten jullie al. Stop Arthur met praten. Ja, jullie zijn nu in mijn opgeruimde kamer. Maar ik moet jullie wel wat zeggen. Het is niet zo opgeruimd als jullie gedacht hadden. Dit is wel opgeruimd. En dat hier achter mij minder netjes, zeg maar, als hier. Maar vandaag ga ik jullie een paar tips geven hoe je de tijd goed kan benuttigen als je je verveelt. Kijk gewoon heel veel YouTube video's op YouTube. Bijvoorbeeld PrittyV, zeg maar wat. Stuk TV, Zoos, Enzo Knol. Ga gewoon lekker video's kijken. Doe ik ook soms. Doe bijvoorbeeld PrittyV, zeg maar wat. Dat is heel erg nuttig voor je moeder en vader. Als je punten wil scoren bij je moeder en vader, doe gewoon even het onkruid. Je hebt toch niks te doen, doe gewoon even het onkruid. Mijn moeder heeft al 10 keer tegen mij gezegd dat ik het onkruid moest doen, maar dat heb ik niet gedaan. Het is gewoon slapen, slapen, doe je muziek aan, ga lekker slapen en dan is zo de dag weer voorbij. Ik weet het zeker jongens, slaap is ook wel een goeie, maar ja, het is handig om gewoon te slapen als je moet slapen, want dat is gewoon handiger. Dit is heel handig voor als je je spieren wil kweken. Ga met je vrienden chillen. Dat doe ik best wel vaak en het is hartstikke leuk, het is hartstikke gezellig. Je kan een beetje met je vrienden over de dag kletsen. Je kan eigenlijk een beetje chillen, een beetje hangen. Hangen niet jongens, hangen mag niet. Oh. Maak een appeltaart voor je oma. Oké, dat was niet heel serieus, maar als je dat doet, je oma zou wel hartstikke blij worden als jij voor haar een appeltaart maakt. Dus misschien een leuk idee. Maak gewoon een YouTube-kanaal aan en doe wat ik doe, doe wat Enzo Knol doet, doe wat Thomas doet. Maak gewoon een YouTube-kanaal aan en doe hetzelfde. Je verveelt je nooit, je kan altijd een video maken. Mensen zien niet als je faalt, want dat knip je gewoon weg. Ik stimuleer jullie gewoon een beetje om gewoon een YouTube-kanaal aan te maken. En gewoon lekker aan de slag te gaan. Het is hartstikke leuk. Dit kan niet, hè? Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. Doe alvast een duimpje omhoog. Doe even op die rode button hier beneden. Ik heb bijna de 300 abonnees en die wil ik wel halen. Wat doe jij als je je verveelt? Schrijf het hieronder in de reacties. En dan zie ik jullie weer later. Ah shit, oh dat...